plot twist. De hele dag door hadden wij de indruk dat VDL en Schmitz Cargo Bull de overnemers zouden worden van Van Holinkonings Hooit. Maar nee. Maar nee. Daar is Guido. Voor mij gaat het over jobs op lange termijn. Die zijn de belangrijkste. Wie is bedrijvendokter Guido Dumaret? Gisteren dacht ik dat ik voorlopig wel uitverteld was over busbouwer Van Hol. Het bedrijf is failliet. Alle 2500 werknemers zijn ontslagen. En twee overnemers uit Nederland en Duitsland zouden hoop en al 950 mensen kunnen te werk stellen. Slecht nieuws gekregen? Absoluut. 28 jaar diensten afgedankt. Komt een doorstart blijkbaar, maar dat ik terug ga mogen beginnen, zullen we wel zien zeker. Het blijft natuurlijk pijnlijk. Hè. Je ziet hier achter mij soms mensen naar huis gaan met nog een overal dat ze mee naar huis nemen als aandenken van het bedrijf. Een radiootje waar ze mee op een werkpost stonden, dat nemen ze dan nog mee. Voor hen is dat een bladzijde die wordt omgedraaid en die heel pijnlijk is. Maar vandaag lijkt het verhaal dan toch niet aan zijn laatste bladzijde toe. Want er duiken nieuwe kandidaten op om delen van Van Hol over te nemen. Het investeringsfonds Sim Capital doet een bod en ook deze man is opnieuw op het toneel verschenen. Ik denk dat de wil er is om het te doen, dat het allemaal kan lukken. Absoluut. Theoretisch moet je volgende week een doorstart. Guido Dumaret, een steenrijke en flamboyante West-Vlaamse zakenman, heeft samen met een Amerikaans bedrijf zijn zinnen gezet op de afdeling bussen en touringcars. En als het over rijke Belgen gaat, dan weet ik bij wie ik moet zijn. Ja, hallo. Bij Ludwig Verduin. Ik ben journalist en hoofdzakelijk bezig met de website van de Rijkste Belgen, waarin ik het reilen en zeilen volg van op dit moment 650-tal vermogende Belgische families. Hij staat op de lijst met een vermogen van meer dan 700 miljoen euro. Dat is veel geld natuurlijk. Het is een man die from scratch, zoals men dat dan zegt, gestart is. Die eigenlijk ook altijd een beetje opportunistisch geweest is. Maar je moet dat zijn, denk ik, als je niet kan starten met een rijke achtergrond vanuit uw familiaal verleden. Hij is doorzettend, maar hij is ook hard voor zichzelf en voor zijn omgeving. Ja, bedrijvendokter, omdat hij inderdaad zoekt naar opportuniteiten. Hij wil zo goedkoop mogelijk bedrijven overnemen en zo duur mogelijk terugverkopen. En zo goedkoop mogelijk kopen wil zeggen bedrijven die failliet zijn of die noodlijdend zijn. Ja, en Van Hol is natuurlijk daar een typisch voorbeeld van. Hè. Dat klinkt als een geslaagde zakenman, maar ik lees ook termen als brutaal en cowboy. Ja, dat klopt wel. Hè. Hij heeft ooit eens een vakbondsafgevaardigde bij een staking hardhandig aangepakt. Hij heeft in Sint-Martens-Latem, een van de betere gemeenten in Vlaanderen, heeft hij een oude boerderij gekocht, waar hij twee schapenstallen heeft opgerenoveerd. Hij is daarvoor voor de rechtbank moeten komen, want hij had er geen vergunning voor. En de rechter heeft gezegd van, ja, maar meneer Dumaret, u hebt 27 openstaande overtredingen. Bleek dat er daar 22 snelheidsovertredingen bij waren. Waarop Dumaret persoonlijk voor de rechtbank is gaan zeggen dat hij altijd met de wagen rijdt, met een Porsche. En dus dat die overtredingen eigenlijk een deel uitmaken van zijn bedrijfsstrategie. En ondertussen zijn zich al honderden ontslagen werknemers van Van Hol gaan inschrijven bij de VDAB. Hopend op ander werk of in het slechtste geval op een uitkering. Met tranen in de ogen. Je kunt niet anders. Hè? Het leven gaat voort. Het is niet omdat je je job verliest dat je stil moet staan. Hè? Maar Guido Dumaret zegt dat hij meer volk aan de slag kan houden dan de andere kandidaat-overnemers. Wij willen direct opstarten met 250 alleen maar voor de andere activiteiten te starten. Dan heb je natuurlijk nog al hetgene wat in de pijplijn zit, de work in process, om die volledig af te werken. Dat is ook nog een hele groep mensen. Hè? En dan natuurlijk op de site zit ook industriële voertuigen, die moet ook opstarten. Dus je gaat direct een groep van mensen hebben die boven de 700 mensen. En op langere termijn zegt u, kan dat meer? Op langere termijn moet dat meer worden. Hoe serieus moeten we zijn plan nu nemen? Ja, als men vraagt van hoeveel mensen ga je in dienst houden, ja, hij kan daar niet onmiddellijk een cijfer op kleven, hè, want hij heeft daar ook geen cijfer op te kleven, denk ik, op dit moment. Dus het is een soort opportunisme. Maar als u het mij persoonlijk vraagt, ik heb meer geloof in Dumaret dan in de Nederlandse voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlanders nu al met een sterk plan komen, met behoud van tewerkstelling, maar dat dat de komende jaren zal afgebouwd worden, want Nederlanders zijn vooral uit op het marktaandeel wat ze nu al hebben in die sector van bussen en coaches en noem maar op. En ze willen dus dat marktaandeel van Van Hol gewoon incorporeren in hun eigen productie.
Dumoulin heeft nog geen marktaandeel in die sector. Dus hij moet dingen opbouwen. Dus ik heb meer geloof in zijn lange termijn strategie dan in de lange termijn strategie van de Nederlanders.